Ik ben Philippe, ik ben 53 jaar en woonachtig te Mortsel. Ik doe klinische studies bij SGS mee vanaf 1996 en ik heb er ongeveer 50 gedaan. Een deelname begint steeds met een vooronderzoek. In zo'n vooronderzoek worden een aantal parameters nagekeken. Als die allemaal in orde blijken te zijn en je bent zelf akkoord voor aan de studie deel te nemen, dan kan je effectief een studie gaan doen. Dag 1 is dan de kinetiekdag. Dat is de dag waarop het medicijn wordt toegediend en volledig wordt opgevolgd. Dit betekent dat dat een heel drukke dag is, waar ze veel bloed nemen, EKG's, bloeddrukken. Na de kinetiekdag dan kan je je bezighouden in de ruimtes die daarvoor geschikt zijn. Er kan gepoeld worden, er kunnen spelletjes gespeeld worden. Natuurlijk zijn er veel mensen die hun laptop of tablet bij hebben en hun daarmee bezighouden. In eerste instantie is dat altijd voor de vergoeding geweest, maar door ouder te worden en mensen in mijn omgeving ook meer medicatie te zien nemen, is het toch wel gaan spelen dat ik het misschien zelf ook wel eens nodig heb en dat je er dan toch aan meegewerkt hebt in de loop van de jaren. Ik zou zeker vrienden en familie aanraden om klinische studie bij SGS te doen. Nu ze verhuisd zijn en in Edegem zitten op een nieuwe locatie, is de accommodatie nog veel beter geworden. Dus er is geen reden om het niet te doen. Wat misschien het meest is bijgebleven is dat we eens bij een studie gevolgd zijn door Teleffects op VTM. Dan hebben ze zowel voor de studie als de kinetiekdag als daarna hebben ze komen filmen en ons een beetje opgevolgd. Het is voor mij een beetje ontsnappen uit de drukte van alle dagen en een paar dagen geleefd worden.